Hey, we zijn nu in Huis Zotheid in de boekwinkel, Coffee Corner. Nou goed, voor degenen die nog niet geweest zijn, zo ziet het eruit. En we gaan even naar de e-mail. Waar is de e-mail? E-mail berichten in. Kom op. Berichten. En dan heb je hier die download, zie je? Dat is die mail die ik heb verstuurd aan jullie. Als het niet lukt, download het dan hier. Nou goed, je klikt erop. Je ziet dan linksonder een bestandje openen. Nou goed, er zat nou een eentje bij omdat ik hem al had geopend en gedownload. Ik ga hem nog een keer downloaden voor jullie om te laten zien hoe het werkt. Nou, dat is nu halverwege. Als die klaar is met downloaden, zet ik hem alvast op openen. Openen wanneer gereed. Nou, dan gaat hij. Laat ik hem weer eventjes uit. Een beetje vol scherm maken. Nou, daar is die. Dan gaat hij hem openen. Ik had hem opdracht gegeven om te openen. Dan moet je even op oké. Okay. Er zaten 39 folders. Zat er. Nou, dan moet je even op oké drukken, anders gebeurt er nog niks. En nu wordt het echt geopend. Nou, dan zie je bestanden voor de examinator, bestanden voor de kandidaat en instructie voor de kandidaat. Nou. Vervolgens ga je naar dat ene examen dus. Hè. Dat heb ik jullie allemaal toegestuurd. Dus eventjes erbij pakken. Even kijken. Er is hier bijvoorbeeld onderdeel A. Dat is die wordt dan ook geopend. Even kijken, waar is die dan? Even onderdeel A openen. Dubbel klikken, kom op. Nou, dan moet je even naar deze toe gaan, denk ik. Even kijken, hoe kan ik dat? Verzonden items. Nou, dan krijg ik hem geen eens link. Dan krijg ik hem niet open, maar zoals jullie ook hebben gezien, heb ik er een linkje bij gedaan. Voor het geval dat het verkeerd zou gaan. Nou, hier vind je dan het examen. En we zouden de blauw doen. Nou, dan gaan we naar blauw toe. Economie en ondernemen, BB blauw. Nou, hier hebben we dan opgave. Nou, dit is dat wat jullie allemaal op je scherm moeten hebben. Nou. Je naam, kandidaat, invullen. We hebben een examen. Opdracht. Er zijn 4 onderdelen. Onderdeel A. Een reserveringsformulier invullen, een deelnemerslijst maken, een poststuk of verzend klaarmaken, vragen over Twitterberichten. Nou, je gaat daar naar beneden, de inleiding. Welkom bij de sportschool, kun je zelfstandig een groep sporten. Fitnessruimte, nou, bla bla. Leidinggevende is Annemiek Verhulst. Nou, over 2 weken is er een bijeenkomst voor leden van GoSport. De diëtist Joop Koopman geeft dan informatie over gezonde voeding. Nou, let op, bij deze opdracht wordt je een werktempo beoordeeld. 10 minuten. En 10 minuten. Wat heb je nodig? Nou, VB reserveringsformulier. Kopieer het gewoon eventjes. Dat heb ik ook zo vaak al laten zien natuurlijk. En ga dan naar daar waar je de bestanden hebt gedownload. Nou, waar is er gedownload? Hier vind je ze. Oh. Deze moet je aanklikken. Dan gaat hij weer. Kom. Dubbelklikken, daar gaat hij. Oké. Nou, bestanden voor de kandidaat. Onderdeel A. Nou, daar zie je hem staan. Hè? Nou, je klikt hem op om hem te openen. Ik heb zelf geen Excel. Jullie hebben dat vast wel. Maar dan gaat het zelf aan. Maar goed, ik moet hem eventjes naar mijn drive. Exporteren. Dus ik ga even naar mijn drijf. Mijn drijf zit. Hier zit mijn drijf. Even kijken. Dat is van Gmail. Misschien kennen jullie het wel. Het is geen Gmail-app. Er zijn allerlei drijven die je kunt gebruiken. Ik gebruik altijd die van Gmail. Nou, hier heb ik dan de drijf. Zo heet hij dan ook. Ik zal even een mapje aanmaken, dan weet ik het weer makkelijk terug te vinden. Dan zeg ik folder GK4B. Nou, oké, enter. Het mapje is hier. En daar ga ik die bestanden naartoe slepen. Nou, die staan hier.
Die staan niet hier, maar die staan hier staan al die bestanden. En die ga ik daarheen slepen. Dan ga ik even het beeld afzetten. Kijk, daar ga ik hem naar die map slepen en daar doe ik hem in de map GK4B. Nou, oké. Okay. Dat is bewaard in mijn drive. En nu kan je die deelnemerslijst die in die opdracht stond, hier staat VB reserveringsformulier, die vind je nu hier. Even kijken. VB reserveringsformulier. En nu kan je hem openen. We openen doen we altijd met Google Sheet. Doe ik altijd met Google Sheet. Maar goed, als je Excel hebt, kan je het allemaal vergeten, want dan heb je het al lang gedaan. Nou, Google Sheet openen. Dan gaat hij. Onderwijs op afstand is niet zo eenvoudig, zo zie je maar. Het is de hele tijd rovend. Maar goed. Even een beetje geduld hebben, we hebben 3 uur de tijd, dus moet lukken. Nou. Mijn computer, daar is hij weer. Het moeite om te openen. Daar gaat hij. Oké. Nou. Klik op start om te beginnen. Tik je naam in. Hier doe ik even een getal. Hier doe ik even een getal. Een getal en een nummer. Een naam. Doe ik even de E. Nou, maakt niet uit. Klik op start om te beginnen. Ja, dat lukt dus bij mij ook niet. Ja. Maar goed, we gaan gewoon naar het volgende blad en daar. Daar moet het design tenslotte. Wat moeten we doen? De lijst van de deelnemers op de volgende pagina. De lijst van de deelnemers, we gaan naar beneden. De bijeenkomst op 29 mei. Nou oké, die vullen we in. 29 mei, datum 29/05/2019 was het jaar. Nou, begintijd vul je in. 13 uur tot 15 uur, nou dat is allemaal makkelijk. En het is belangrijk dat je het snel doet, want er wordt naar gekeken. Hè? 15 uur. Nou, dan wordt er gevraagd van, in de zaal moeten alle deelnemers recht voor de presentatie zitten. Jos heeft deze week afmelding ontvangen van Jos Beekmans en Lauren Marilo. Nou, die kunnen we al zeggen dat die afwezig zijn. Een aantal deelnemers, een aantal personen. Aantal deelnemers. Nou, hoeveel deelnemers moeten we even lezen in de deelnemers? Er zijn 2 afgevallen. Hoeveel was het ook weer? Over 2 weken de bijeenkomst. Diëtist. Nou, ik zie niet zo snel hoeveel deelnemers er zijn, maar dat lezen we dan nog wel later. We weten in elk geval dat we 2 hebben afgemeld. In de zaal moeten alle deelnemers recht voor de presentatie zitten. Iedereen met hetzelfde persoonlijke doel moet in tafel zitten, moet koffie en thee aanwezig zijn en iets te eten dat bij het thema van de bijeenkomst past en moet een digitale presentatie worden getoond en er is een wifi nodig. John neemt zelf een laptop mee. Maak een afdruk met de point. Onderteken een formulier, gebruik je eigen naam. Nou, dat zet dan alvast daaronder. Je ondertekent met, dat doe ik dan even Erik. Nou, omdat natuurlijk dat evenement de 29e is, zal het waarschijnlijk ergens van tevoren gedaan zijn. Dus 22/05/2019, noem maar wat, zeggen we dan. Dat is dan de datum van het formulier. Nou, hier zet je een handtekening in. Nou, je moet hem eens uitprinten en dan zet je een krabbeltje daar. Nou, doe maar wat. We moeten wat te drinken hebben, koffie en thee, we moeten een gebakje hebben, bittergarnituur. Nou, moeten we even kijken wat dan past bij dat evenement, want dat was natuurlijk, als het gaat over diëtisten, zal waarschijnlijk een bittergarnituur er niet heel erg bij passen. De roombotercake, denk ik ook niet. Diverse gebakjes, denk ik ook niet. Dus waarschijnlijk is het koffie, thee, verse sapjes en gezonde snacks. Dus ook frisdrank hoort er niet bij. Dus dan kunnen we dat gewoon aanklikken. Koffie,
Thee, diverse gebakjes die verwijderen we. Roombotercake verwijderen we. Frisdrank verwijderen we. Verse sapjes maken we weer vet. Bittergarnituur verwijderen en gezonde snacks. Zoiets. En ze zeiden nog iets over dat je bij elkaar aan iedereen met hetzelfde persoonlijke doel. Dus we moeten meerdere tafels hebben en alle deelnemers moeten recht voor de presentatie zitten. Nou, gaan we recht voor de presentatie zitten. Nou, hier is de presentatie 1, hier zit de presentatie 2. Alle deelnemers moeten bij elkaar kunnen zitten. Nou, dit is één grote tafel, gaat hem niet worden. Dit is één grote tafel, gaat hem niet worden. Hier heeft geen tafel, dit heeft geen tafel, dus het is deze. Dit is de juiste. Er zitten 4 deelnemers aan deze tafel, 4 deelnemers aan deze tafel, 4 deelnemers aan deze tafel, 4 deelnemers aan deze tafel. En je hebt dus de grote presentatie. Dus dan halen we deze gewoon weg. Hoppakee. Hoppakee. De vergaderopstelling halen we ook weg. Nu hebben we dan die gekozen. Dan gaan we door. Nou, de deelnemerslijst. Dit zijn de deelnemers. Dan moet je ze allemaal even sorteren op de juiste... dus gezond leven moet je bij elkaar zetten, uithoudingsvermogen verbeteren moet je bij elkaar zetten. Maar nu heb je het formulier voor elkaar. Alleen moet je nog de naam spreker. Nou, de naam spreker is. De naam spreker is. John. Nee, kijk wel. Ja, ik vermoed dat John de naam van de spreker is. Nou. John, nou, je hebt 2 afmeldingen en ik zie hier 18 min 2 is 16 mensen. En dan kan je zo'n aantal deelnemers 16. Dat past ook in die ene zaal, want je hebt maar voor 16 mensen plek. Wat heb je nodig? Je hebt die beamer nodig, flipover, dus wat opschrijven. Laptop heb je niet nodig, want die neemt John zelf mee, maar leg hem er gewoon bij. Want straks neemt u een verkeerde laptop mee, dat wil je niet hebben. Je wilt goed voorbereid zijn. Een microfoon wil je hebben. Notitieblokjes voor de deelnemers. Pennen. Whiteboard. En wifi, dat willen ze ook. Kijk, die whiteboard en die flipover, dat is misschien een lastige. Want die willen ze misschien niet. Maar het is goed om het er altijd bij te hebben. Nou, dit is dan eigenlijk klaar. Kan je uitprinten. En je handtekening eronder zetten. Dan gaan we naar de volgende opdracht. De volgende opdracht is deelnemerslijst. GoSpot organiseert een vriendendag. Uh-huh. De e-mail moet aanmelden op de volgende pagina deelnemerslijst BB. Nou, dan gaan we naar deelnemerslijst BB. Gaan we weer naar die ene drijf. Kijken waar heb je die staan. Waar heb ik die staan bedoel ik. Even kijken hoor, moet ik eventjes naar hier Google Drive. Ja, daar heb ik hem. Goed, nogmaals, iedereen kan het op een andere plek hebben. Dat kan, ik doe het op Google. Jullie doen het misschien op je gewone computer. Misschien doen jullie het op Apple. Nou, ik weet het niet. Kijk, dit is die een blanke lijst waar je dan die deelnemers in moet zetten. Nou, kijk, de aanmelden voor de ledendag, deelnemerslijst, de lijst. Nou, dat is de, hier heb je dan die adressen. Namen bedoel ik. Die kopieer je gewoon. Dan ga je naar die Excel en dan plak je hem gewoon in. Oh, dat gaat niet goed. Dan moet je even met de rechter muisknop. Paste special. Nu heb je al die gegevens van die mensen. Maar zoals je ziet, laat hij dat niet heel netjes zien. Dus je moet nog wel wat werk aan. Want er zijn 3 kolommen. Hier in Excel doet hij alles in 1 kolom. Dus dat moeten we nog even uit elkaar zien te krijgen. Maar dat doen we dan handmatig. Laten we eerst deze kolom erboven zetten. Want dat was wat we nog moesten doen. Nou, even kopiëren zoals je zo vaak hebt laten zien. Even plakken. Nou, daar staan ze dan. Hij doet dan weer 1 ding. Nou, dan moet je ze even 1 voor 1 plakken. En dan gaan we nog een keer. Het is best lastig filmen en lesgeven. Volgende. Volgende e-mailadres.
activiteit en lunch. Nou, die heb je dan. Nou, die maken we gelijk even bold, want dat is een leuk kopje. Dat hebben we dan gedaan. Deze moeten we ook eventjes apart zetten. En misschien dat dat wel lukt. Soms lukt het wel als je dat in één keer wil doen. Als je dan zegt split. Split, haakje openen. Die wil je splitten. En dan doe je zeggen, nou, ik wil met een spatie gesplit hebben. Kijk, dan staan al die dingen weer apart. Die formule moet je dan even kopiëren naar beneden. En dan heb je in elk geval dat allemaal in verschillende kolommetjes. En dan gaan we weer even terugzetten bij special values. Nou, die nummer, deze eerste regel kunnen we er gewoon natuurlijk uithalen. Nou, voornaam, nummer, voornaam, achternaam. En dan hebben we dat allemaal goed. Dan moeten we die uithoudings, dan moeten we die twee dingen weer samenbrengen. Ja, het is echt erg lastig. Begrijp ik niet dat jullie dit moeten kunnen, maar goed. Dit is in elk geval weer samengebracht. En dan kunnen we hier plakken speciaal, pay special, values only. Zo, nu hebben we, laat ik even alles links uitcentreren. Oké, dan gaan we. Dus we hebben hier die voornaam, we hebben hier de achternaam. We hebben hier wat ze willen doen, dat is activiteit. En nou is om het nog even achter zien te komen of het een vriend of een lid is en het e-mailadres zien te krijgen. Maak alle kolomtitels vet, dat hebben we dan al wel gedaan. Zet alle tekst in Arial 11, nou, dat hebben we nog niet gedaan. Alle tekst in Arial 11, Arial 11, nou, dat is perfect. Oké, dat is ook weer gelukt. Pas een titel in het midden bovenaan en maak deze vet, geef de kolommen deze titels. Dus je moet er nog een tekst erboven zetten. Nou, de tekst erboven is deelnemerslijst. In het midden zeiden ze deelnemerslijst. Oké. Okay. Dat hebben we dan ook gedaan. Dat is een passende titel in het midden bovenaan. Dan maak deze vet. Geef ik om een titel. Cel alle lijnen links uit. Behalve de titel bovenaan. De titel bovenaan moet je dus niet links, die moet dus in het midden gaan blijven. Dus die zetten we dan zo. Maak de kolommen breder als het nodig is om de tekst erin te passen. Nou, dan doen we dat ook eventjes. Dat is dan zo. En doe je op dubbelklik. Gaat het automatisch breder maken. Verwerk de aanmeldingen. De volgende pagina in de lijst. Oké, okay, nou. Carlijn Bakker. Aanmelding Vriendendag. Klein bakker. Nou, het is bakker. Nou, zo zie je maar. Dit is niet wel een goede, goed om een keer gedaan te hebben, maar dit heeft er niks mee te maken. Dan moeten we de beste medewerker Koosport, Vriendendag, neem mijn vriendin Lotte Harderveld. Nou, Carlijn Bakker. Nou, dan gaan we. Carlijn Bakker. Bakker, en dan hebben we Lotta Hardeveld. Hardeveld. En die namen moeten apart, dus dan moet ik ze nog eventjes apart zetten. Dit is een vriend en Carlijn is een lid.
Oké. Okay. Nou, e-mailadres van Carlijn, dat hebben we. Dat is Carlijn Bakker. Ze willen yoga en ze lunchen graag mee. Nou, oké. Okay. Carlijn Bakker. Omdat Carlijn Bakker yoga en ze lunchen beide graag mee. Yoga. Lunch doen we ja. Die kopiëren we, want ze willen allebei yoga en ze willen allebei meelunchen. Hier doen we 1 en hier doen we 2. Dan hebben we José Joris Boet. Kom op, Joris. Come on. Joris Boet. Die zetten we dan daar neer. Nou, er wordt dan in elk geval 3. En zijn naam is Joris Boet. Joris Boet. Hij neemt Carlijn Wolbers mee. Zij doet obstakelrun en hij doet hardlopen. Carlijn Wolbers. Oké, okay, obstakelrun. Hij doet hardlopen. Hardlopen. En zij doet obstakelrun. Oké. Okay. En ze lunchen allebei niet mee. Dus dan zetten we hier een nee. Een nee. De e-mail kopiëren we gewoon. En ik neem dat hij aan dat hij weer lid is en dat zij een vriend is. Ik kan nog heel even controleren, want precies hadden we wel een collega. En als collega is, kan ze ook nog geen lid zijn. Maar goed. Ga maar vanuit dat hij lid is. Graag meld me aan voor de vriendendag. Toen graag mij aan het hardlopen gevorderde. Hardlopen beginners, oké. Okay. Oké, okay, nou. Dit is dan... Oh, wat een ellende, joh. Die adres kopiëren. Hardlopen beginners. Beginners. Hardlopen gevorderden. Gevorderden. En neemt mee Frank Geerman. En ook hardlopen gevorderd, dezelfde workshop stond erbij. Frank Geerman en die andere heette Bilal Tahiri. Bilal Tahiri. Nou goed, je geeft ze even een nummer. 5, 6. Waarschijnlijk zit het gewoon weer lid en vriend. Lid en vriend. De e-mail kopieer je. En dan zeg je lunch ja of nee. En ik lunch wel mee, maar mijn vriend niet. Oké. Okay. Ja. Nee. Oké, okay, nou, dan hebben we opgave 2 gedaan. Nou, dit is klaar. Dit is het dan. Kunnen we afsluiten. Die andere kunnen we ook afsluiten. Oké. Okay. En nu gaan we naar de volgende. En dat is... maak 2 posten. Een brief bewegen. Wat heb je nodig? Je moet dan 2 posttarieven, 2 poststukken, 3 soorten enveloppen. Je moet even alles klaarleggen. Je moet een welkomstgeschenkje erbij doen. Nou, het ligt allemaal op een tafeltje, ligt er een brievenweger. Je moet juist een envelop, dus niet te klein, niet te groot. Schrijf het adres op de enveloppen, sluit de enveloppen, maar plak ze niet dicht. Dus je gaat er niet met je mond likken, met je tong likken. Weeg de poststukken, bepaalde posttarieven, de verzendkosten per poststuk. Nou ja, goed, je moet even naar het gewicht kijken. Schrijf het bedrag aan de verzendkosten in de rechterbovenhoek, daar waar je eigenlijk de postzegel plakt, daar ga je dan de prijs doen. Dan hoef je niet echt de postzegels te plakken, maar dan
begrijpt de examinator dat je het juiste bedrag hebt ingevuld. Zij verlegen namelijk de achterkant van de enveloppen, leveren de twee poststukken in bij examinator. Dat is dan ben je klaar. Nou, een Twitter-account, een grafiek gemaakt van een Twitter-bericht in de verschillende groepslessen de afgelopen maand. Bekijk dit grafiek op de volgende pagina. Nou, waar is de grafiek? Hier is de grafiek. Ja. Bekijk de grafiek. Welke account is het meest actief op Twitter? Nou, oké. Totaal voeding, motivatie, overige. Je moet eigenlijk. Totaal is de belangrijkste. Want dat is de som van deze drie. Som van deze twee, som van deze drie, maak die. Nou goed. Het meest actieve is dus deze, dus de hoogste, is spinning. Nou, tik je in spinning, nou, dat kan niet, maar. En het minst actief is dan totaal is deze. Ja? Bekijk de grafiek, welke account stuurt de meeste berichten in de categorie voeding? Nou, ga je naar voeding toe, dat is dan met het ruitje. Ruitje, dit is de meeste actieve in hardlopen. Nou, zeg je, hardlopen is het meest actief in voeding. We kijken de Twitterberichten. Welk bericht past in de categorie overige? Noteer de nummers van die berichten. Nou, dus voeding, motivatie of overige. Nou, oké. Okay. Blijf niet op de bank hangen, kom lekker bodypumpen vanavond. Nou, dat is denk ik motivatie. Vanavond de Mount Vanu beklimmen, kom ook. Dat is denk ik overige. Het is niet voeding en geen motivatie. Morgen 8 Mindful beginnen. Doe mee met de groepsles. Power Yoga is het denk ik overige. Let op, donderdagavond begint de les een half uur later dan normaal. Dus om, ja, ook overige. Pijn aan de spieren. Gebruik de ontspannende crème van de GoSport Shop Spierpijn. Nou, dat is denk ik overige. Doe mee. Ook mee om 12 uur spinnen voor het goede doel. Nou, dat is denk ik motivatie. Nou, dat is maar de vraag, maar goed. Neem naar de training een bakje kwark. Lekker en goed, dus voeding. Dat is overige. Ja, nou. Zo, dat vul je dat eigenlijk zo in. Nou, heb je het filmfragment. Nou, het filmfragment, dat hebben we ook toen gedownload. Nou, hier hebben we dat filmfragment. Gaan we even naar kijken. Nou, moet ik het... Via de drive is dat eigenlijk niet zo handig. Dus je kunt natuurlijk ook gewoon weer naar die filmfragment direct. Die vind je hier. Zo, daar gaat hij, joh. Gaan we even naar kijken. Even op pauze, even de opdracht nog even lezen. Beantwoord naar het kijken de vraag. Gebruik de regels van medewerkers bij het antwoorden. De telefoon opnemen. Neem op een beleefde manier de telefoon op. Goedemorgen. Met voor- en achternaam vragen waarom je klant van dienst zijn. De klant helpen. Vraag voor het gesprek afronden. Oké. Okay. Dus je moet beoordelen of dat die meneer op de scherm de telefoon fatsoenlijk opneemt. Of dat hij dus de vraag stelt waarmee kan de klant van dienst zijn. De hulpvraag, vraag of jouw uitleg duidelijk is. Dus hou dit gewoon voor je. Als je die opdracht, het filmpje kijkt, dan zet ik hem even apart zo. En dan heb je hem gewoon erbij als speakbriefje. Oh. Een speakbriefje erbij zetten zo. Even kijken hoor. Hier hebben we dan het hele verhaal. Nou, dan gaan we die film weer aanzetten. We moeten deze wat kleiner maken. Hoe gaat dat? Hier hebben we het kleiner gemaakt. Oké, dan kunnen we weer wat groter maken, zodat hij in elk geval goed kunnen zien. Oh, even kijken hoor. Nou goed, we zetten hem weer aan. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedemiddag, met Kari Jansen. Mag ik u misschien iets vragen? Natuurlijk, zeg het maar. Ik wil graag lid worden van GoSport. Is er nog plek? Ja, natuurlijk. U kunt het beste het formulier invullen op onze website en dan is het zo geregeld. Ja, dan ben ik inderdaad mee bezig, maar daar heb ik nog een vraag over. Momentje, dan pak ik even het formulier erbij. Ja, ik heb het voor me. Waar gaat u vragen over? Mijn persoonlijke gegevens staat dat ik ook mijn telefoonnummer in moet vullen. Maar dat wist ik liever niet. Maar als ik dat niet invul, kan ik niet verder met het invullen van het formulier.
klopt, dat is een verplicht spel. Ja, waarom is dat een verplicht spel? Dat is zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Nou, je moet er gewoon, we kunnen dit allemaal afluisteren, maar dat moet je maar even zelf doen, want je moet zelf maar even beoordelen of dat die vraag gesteld is, of dat er, of die vriendelijk is geweest en geduldig. Oké, hij doet het allemaal perfect. En straks moet je dat gesprek ook kunnen voeren. Nou, dan gaan we kijken. Neemt de medewerker de telefoon op een beleefde manier op? Zeggen ja of nee? En dan zeggen ja, waarom? Gedraagt de medewerker zich netjes tijdens het hele gesprek? Doet hij geen gekke dingen zeggen? Heeft de medewerker... ja goed, die andere ziet hem of haar niet. Dus op zich kan je daar niet zoveel op antwoorden. Ik bedoel, hij doet niet middelvinger omhoog. Hij doet niet gekke gebaren maken naar de andere kant aan de telefoon. Heeft het medewerker het gesprek beleefd afgerond? Dat moet je ook even beoordelen. Wat had de medewerker beter kunnen doen? Noem één verbeterpunt, noem een ander voorbeeld dan bij de vorige vragen. Nou, als je klaar bent met het onderdeel, lever je alle documenten in.